was gewoon doodsbang voor alles. Ja, vanaf een jaar of 4, 5 ben ik seksueel misbruikt door mijn vader. Hij deed dat door vooral 's avonds naar mijn bed te komen en te zeggen: ik wil even mijn lieve dochter nog goede nacht wensen. Ja, wat doe je dan? Hij raakte me aan. Ik moest hem bijvoorbeeld pijpen of hij raakte zichzelf aan. Hij zat met zijn vingers in mijn vagina. Ja, allemaal seksuele handelingen. Als je je vader hoort binnenkomen, dan krijg je het ijskoud. Ja, word je misselijk, moet je heel erg nodig plassen, lig je te trillen. Dus dat is heel veel met angst. Gewoon compleet in paniek, echt tot zover dat ik zelfs in een hoekje van de kamer zat te trillen, dat ik niet meer alleen naar het toilet durfde, ik durfde de deur niet meer uit, ik durfde niet meer naar school. Ik was gewoon doodsbang voor alles. En dat is een hele lange weg geweest, echt vol enorme diepe dalen. En ook zelfs momenten dat ik echt zelfmoord heb willen plegen. Gewoon niet meer wist hoe ik verder moest. Ja, en nu ben ik dan 44. En nu gaat het gewoon goed met mij. En ja, ik leid echt een gelukkig leven. En ik kan ook zeggen, er is ook echt leven na seksueel misbruik. En ja, ik zet nu zeg maar al mijn ervaringen in om anderen te helpen. Middels mijn stichting, Stichting Project Speak Now. En ja, daar ondersteunen we lotgenoten vooral om het taboe te doorbreken en erover te praten.